Nintendo fans. Ik vraag me dus af wat er te vinden is in nieuw Neonië. We hebben weer 3 nieuwe quests vandaag en ik ga even kijken of 1 iemand van hun daar naartoe wil. Dus doe vast een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. Rosalina, de trendy priesteres. Je bent een trendsettertje. Je kent alle stijlen en alle modeontwerpers. Ze willen een nieuwe revolutie in de modewereld. We moeten naar het vorstgebergte. Maar dat is niet waar ik naartoe wil, toch? Waar wil jij naartoe, Kirby? Naar het Duisterbos? Nee, daar wil ik ook niet naartoe! Nou, dan gaan we even met Rosalientje mee, joh. Daar krijgen we namelijk wel een nieuw wapen voor KK Slider. Ik wil heel graag ook de elfklasse gaan ontgrendelen, maar daarvoor wordt geadviseerd dat mijn hele team level 35 moet zijn. De meeste van mijn team zijn 24 of zo. Ik ben alleen zelf 31. Dus dat gaat denk ik nog wel even duren. Maar laat mij alvast weten wie jij graag wil zien als elf in mijn team. Ondertussen is Steve even lekker aan het graven. Die heeft lekker geldjes gevonden. 7! 7 money! Wat heb ik hier aan? Dit slaat helemaal nergens op. Gaan we naar het warme of het koude deel? Nou, laten we lekker naar het warme deel gaan. We gaan kristallen kapot maken! Bam, bam! Hoe sterk zijn deze kristallen? Deze kristallen zullen toch niet zo sterk zijn, jongens. Brapidapapapa. Oké, ze zijn wel sterk. Oh, eentje is kapot. Die ontplofte zelf of zo. Wat is dit voor een raar gedoe? Pak hem, KK. Oh, lekker, man. Lekker. Ik vind KK in zijn vampieren outfit vind ik echt geniaal. Oké, wat is dit? Een sneeuwmol. Oké, ik vind sneeuwmol wel grappig. Eerlijk, die is wel leuk. Laat hem gewoon even rustig gaan aanvallen. Hatsie flats, met de koekenpan op je bakkes. Hatsie KK Slider mist. we missen ook. Waarom missen we zoveel? Ik vind je toch minder leuk dan ik dacht, sneeuwmol. Hou maar even op. Waarom missen we de hele tijd? Maak hem kapot, jongen. Pak hem. Lekker. Nog 1 klap. Kom op, KK. Ja. KK heeft er gewoon gedacht met zijn 15 HP aanval. Alle bonuspunten gaan allemaal naar KK Slider. Ik vind hem wel een baasje, jongen. Maar ik moet even snel een nieuwe outfit scoren voor KK. Want dat heeft hij wel echt nodig. Want anders blijft hij zo zwakkie. Nou, KK die wil niks hebben. Dus laat ik dan maar iets voor iemand anders kopen. Nieuwe outfit voor Wooloo. Alsjeblieft, jonkie. Kunnen we hier nog wat vandaan halen? Nou, pompoenflesje. Ja, die wil ik wel graag hebben. Kijk, dit is helemaal geel. Dus dat is echt super dope. Hoppakee, pompoenflesje. Die is natuurlijk voor Mario. Ah, lekker, man. Kijk hoeveel beter die daarvan wordt. Echt super chill. Dit is wel een heerlijke manier om aan nieuwe wapens te komen. Oh, we komen weer bij professor Okidoki. De quizmaster hier in een super sneeuwstorm staat hij gewoon weer te chillen. Waarom ben jij hier, jongen? Je kiest er toch niet voor om in een sneeuwstorm te gaan chillen. Nou, oké. 3 vragen. Komen ze weer. Vraag 1. Hoeveel ledemaat heeft de inktvis? 8, toch? Wat slecht. Oké. Dit hebben jullie niet gezien. Dit is niet gebeurd. Waarom moet je mij het leven zuur maken hier? Waarom moet je me voor aap zetten? Dit is niet leuk. Er schuilt iets in het gras. Wat zou het zijn? Pak hem, KK. Het is een katje. Ons hondje zoekt een katje. Oké, we kunnen weer kiezen. Boven of onderlangs? We gaan onderlangs. Hey, een kissie. Lekker. 3 game tickets weer erbij. Heel nice. We kunnen weer boven of onderlangs. Ik ga weer onderlangs. Straks vinden we helemaal geen enemies hier. Of heb ik het nu gejinxed? Ja hoor, uiteraard heb ik het nu gejinxed. Strooisel, we worden allemaal helemaal loco. Hey. Iedereen beschermen. Hey. Mol die mollen, jongens. Brap, 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 bam. Come on, Steve. Flank ze. Papa. Ja, die ene is al kapot. Die is aardig gesloopt. Nu die andere nog. Oh. KK mist weer. Oh. Oké, ja, de priesteres die mist ook. Kom op, Rikka Bloom. Rikka Bloom mist weer. Steve, jij raakt, hè? Ja, Steve raakt altijd, jongen. Steve is lekker bezig. Ja, KK die mist wel veel. Nog 1 klappie, jongens. Let's go. Oh, man. Moeten we hem nog wel 1 keer zien te raken? Steve gaat even KK healen. Altijd aardig. En dan gaat KK, hoppakee, op Epona. Nee, hij heeft nog een klap nodig. Lekker priesteresje, Rosalientje. Ja, bij mij is Rosalina de amiibo-liefhebber. Hier is ze een priesteres. Anyway, KK gaat naar 21. En die heeft ijzige mes geleerd. En daarmee kan hij alle vijanden bevriezen. Woe. Ik dacht dat we al klaar waren, joh. Maar nee, hoor. Er zijn nog bonkjes en een van de griffioen. Oh. Laat KK even met rust, jongens. Wat doet deze griffioen? Ja, die... Oh, rustig, man.
Ja hoor, daar gaat KK weer. Zal ik hem even tot leven wekken dan? Krijgt de rest even weer strooiseltjes. Ja, we moeten wel die boinkjes even nakken, jongens, met z'n allen. Anders gaat het niet goed komen. Let's go sniffing. Maak ze kapot, dikke bloem, lekker. Nou, alleen dat gekke beest nog. Nou, dat duurt wel even. Die heeft er zin in, jongen. Ah, nu is het einde verhaal, hoor. Nu is het einde verhaal. Ja, lekker. Oh, en Luigi ook een leveltje omhoog. En er is weer iemand ziek, hoor. Ja, hoor. Ja, hoor. Wie is er nou weer ziek? Ja, Goeigi. Dan moet ik even iemand anders mee gaan nemen. Dus even kijken of ik nu die lapjas kan scoren, hoor. Ja, lijkt me lastig. Ach, ook precies het MP-snoepje, hè. Doe nog één poging. Kijk of het nu lukt. Weer een MP-snoepje? Nee, nu een vakantiebonnetje. Nou, dit gaan we niet meer verder proberen. Oh, maar we moeten wel gelijk op vakantie. Nou, KK die... Er wilde niemand met KK mee. Nou, dat was vet zielig. Ik wilde KK Slider op date doen. Maar KK Slider is natuurlijk bij Epona. Ik neem nu Wulu mee, want... Wulu heeft net nieuwe kleding gekregen. Oké, maar waar gaan we nu naartoe? Deze kant op? We zijn er bijna, zo te zien. Maar nog niet helemaal. Weer die sneeuwmollen. Die zijn ook snel, jongen. Waarom zijn jullie allemaal zo snel? Laat ons even... Doe eens rustig! Volgens mij had ik Wulu niet moeten laten hyperen. Volgens mij was dat niet de beste keuze. Ik begin nu een beetje te twijfelen of ik Wulu überhaupt dat mee moet nemen. Aanvallen maar. Allemaal. Oké, Steve en Wulu komen helpen. Eentje is kapot. Oké, Steve, als jij even de rest loopt. Je gaat voor de mol. Ja, die gaan snuiven. Lekker, want dat heeft KK Slider net geleerd. KK Slider heeft net geleerd om te snuiven. Hoppakee, de priesteres tovert even een molletje weg. Oh, maar dan gaat het opeens hard. Boom! Oh, 346 HP damage met Epona. Heel sick. 4000 bonuspunten. Oeh, dat worden er ook steeds meer, die bonuspunten. Oh nee, oh, Steve begint te slapen, jongens. Word eens wakker. Oh, moeten we dit zonder Steve gaan doen? Oh nee, dit wordt een catastrofe, ben ik bang. Ja, dit wordt een ding. Ik heb geen schildjes meer. Dat is wel een probleem. Kom op, Wulu. Oeh, lekker gedaan, Wulu. Die gaf wel even een behoorlijke tik. Oké, hopelijk iemand met Epona. Dat zou heel relaxed zijn. Steve, waar ben je nou, jongen? Waarom verlaat je ons, man? Pak ze, die bloppies. Oké, de bloppies zijn kapot. En KK gaat wat nieuws doen. Die doet nu ijzige mist. Ja, die gaat de tegenstanders bevriezen. Hopelijk lukt dat. Zo te zien wel. Oeh, de priesteres is ook lekker bezig. We moeten nog één mol kapot maken, jongens. Let's go. Ah, ik mis hem. Ja, dan gaat hij natuurlijk nou weer irritant doen, hè. Wulu tovert een extra groot wapen. Maar ja, KK Slider doet niet zoveel damage. Ah, Steve is terug. Lekker, Steve. Steve, kan jij hem even aanpakken, deze mol? Nou ja, Wulu doet het al. Oké. Ja, we hadden er niet heel veel aan dat Steve weer terugkwam. En KK gaat naar 22. Ah, die zijn we even keihard aan het trainen. Die zijn we keihard aan het trainen. Oh, het wordt donker. We gaan even kramperen, jongens. Lekker hier in de ijzige sneeuw. Ik ga lekker de wacht houden samen met Eponaatje. En toen kwam de ochtend. Oh, ik was ook lekker aan het slapen. Nou, ik heb lekker de wacht gehouden, manieus. Oh nee, ja, ik moet nog een battle. Hopelijk niet tegen te veel enemies. Tegen twee van deze sneeuwgriffioenen. Oké, let's go. Heb ik nog HP of van die ultimate hyperstrooisel? Die heb ik nog wel. Die gaan Steve en ik even gebruiken. Want mijn HP-strooisel is bijna op, jongens. Deze enemies maken het me toch wel lastig, potverdikkidori. We moeten nu hard gaan, Steve. We moeten hard gaan. We moeten ze klappen, jongen. En hard ook. Kom op. Bam, bam. Ah, ze leven allebei nog. Hij doet ijzige mist. Zo te zien worden ze niet bevroren. Eén enemy is down. Ja, maar voor de rest, ik ga KK even niet meer healen, denk ik nu. Sorry, KK, maar ik denk dat ik je kapot laat gaan op het moment dat je nu kapot gaat. Sorry, hij leeft nog. Lekker. Goed gedaan, KK. Blij dat je er nog bent. Nice. Hij leeft gewoon nog, joh. De gek. Deze bonuspuntjes geef ik even aan Steve. Want dan gaat Steve naar level 24. Mag ik een herberg? Oeh, gelukkig. Die kwam echt net op tijd. Luigi is beter. Waarom wil KK Slider nou de hele tijd geen nieuw pakkie, jongen? Ik wil je een nieuw pakkie geven, maar hij wil de hele tijd geen nieuw pakkie. En Red wil blijkbaar ook geen nieuw wapen, want die koopt een banaan. Oeh, nu kan ik wel voor het goddelijke flesje gaan. Ja, geel, geel, geel. Lekker. Nice. Weer een nieuw wapen, denk ik, voor Mario. Ja hoor, die gaat lekker. Ja, super sick. Heel sick. Oké, dan moet ik nu, volgens mij, naar de final battle. En daar laat ik toch KK Slider even thuis. En dan neem ik Mario mee. Ik ben gewoon benieuwd naar hoe Mario het nu kan doen. Oh, wacht, ik ben er nog helemaal niet, joh. Oké, ik dacht dat ik er al was.
Rosalina is een beetje high class. Alles voor de mode, jongen. We zijn dit gewoon alleen maar voor de mode aan het doen van Rosalina. Die wil gewoon zo graag dat we hier naartoe gaan. En voor wat? Hoppakee, mega bliksem er bovenop van Wunu. Mario had zijn aanval ook al gedaan. Ik ga even op Epona. Hoppakee, oké. Okay. Komen we nu opeens bij makkelijke battles? Ja, zo te zien wel. Net nu ik KK Slider heb weggedaan. Wat is dit nou weer? Oké, okay, wordt het nu moeilijker? Kom op, Mario. Oef. Ja, kijk, die aanvallen die zijn best wel hard, jongen. Oh, maar de priesteres die begint ons te helpen. Die begint te healen. Wij helpen Mario allemaal. Dus Mario gaat nu keihard. Maar Mario sloopt hem niet. Oké, Mario. Ik dacht dat jij echt een zieke pro was, maar je moet je toch even beter gaan bewijzen, jongetje. Hij wordt wel geheeld door Steve, dus dat is wel aardig. En dan Wulu. Bam! Ja, Wulu is keihard, jongen. Oké, we krijgen nu wel meer XP, dus dit was inderdaad wel een moeilijkere battle. Als er nu nog een battle komt, dan zal die waarschijnlijk nog moeilijker zijn. Tegen twee van deze sneeuwgriffioenen. Ik ga gewoon voor volledige bescherming, jongen. We gaan gewoon voor safe nu op deze gekke griffioenen. Kijk, daar vallen ze ons lekker aan, maar dan kunnen ze ons lekker niet raken. Pepelebelebe. Oké, eentje is al weg. Nu die andere nog even. We flankeren hem samen met Steve. Ja, dan is het gewoon einde verhaal. Als we flankeren, dan is het gewoon gelijk klaar. Hey, Red, wil je nou een zwaard of niet? Of ga je nou weer een banaan kopen? Ouwe gek. Ja, nu heeft hij wel zijn heldendolk gekocht. Wat? Ik heb gewoon weer een wapen. Ik ga echt lekker met die spelletjes vandaag, jongen. Demonisch patroon. Ziet er wel duister uit. Die is natuurlijk voor Shadow. Ondertussen ben ik KK Slider lekker aan het voeren. Alleen, ja, dit vond hij iets minder zo te zien. Zullen we hem dan toch maar gewoon meenemen? Weet je wat? Laten we het gewoon proberen. Deze kunnen we hebben, jongens. GG. Lekker gedaan, Wulu. Oké. Lekker afgemaakt, KK. Ja, die heeft wel een toffe counterattack. Als die geraakt wordt, dat hij zelf ook damage doet bij zijn tegenstander. Dat is echt super relaxed. Maar ja, hij heeft echt heel hard nieuwe outfits nodig. Want hij is ondertussen al level 22, hè. Hij is al bijna hetzelfde level als gewoon de rest van het team. Kijk, hij heeft ook al 117 HP. Maar zijn afweer moet denk ik gewoon een stuk omhoog of zo. Oké, laten we die mol pakken. Ah man, die mol is wel irritant, man. Die duikt elke keer weg, joh. Die is echt vervelend. Pak hem. Klaar nou met die stomme mol. Pak hem, KK. Oké, ook goed. Ik ga ondertussen naar level 32. Oeh, ik heb een nieuwe aanval. Orkaan. Bestook alle vijanden met ultra harde rukwinden. Dat is wel nice, want ik had echt een aanval nodig die gewoon wat meer damage doet. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Die gaan we zo eens even testen. Wow, sterker nog, misschien kan ik die nu wel even testen. Oh, dit is een zieke hond. Helhond gezicht dus. Heel sick. Pak hem, mega bliksem. Oké, ik wilde dus mijn nieuwe aanval gaan proberen. Ja, laat ik dat ook maar gewoon doen. Epona staat klaar, maar ik wil toch even de orkaan proberen hoor. Nieuwe vaardigheid, orkaan, let's go. Even kijken wat dit doet. Oké, die doet veel damage. Ja, daar ben ik blij mee. Dat is heel nice. Voorlopig leven al die freaking mollen nog steeds. Oh, dit gaat helemaal fout, joh. Die hond gaat helemaal los, joh. Oké. Ah, man. De priesteres mist. Wulu die pakt ze wel aan. En ik ga gewoon nog een keer voor de orkaan. Want die was toch echt wel chill, hoor. Pak ze. Die mol leeft nog steeds, man. Wulu ligt te slapen. Oh, Wulu is weer wakker. Pak hem. Oh, die is lekker, Steve. De hond is down. Dan moet alleen nog even deze mol weg. En ja. Dat doet baasje KK Slider, hoor. Flinke battle wel, man. Ik ben heel benieuwd wat hierna gaat komen. Eens even kijken of ik het met Loenenpanzer ook nog kan fixen. Dit moet wel weer gaan lukken. Ja, hoor. Gewoon weer in één keer. Wat is dat met die spellen vandaag? Ik krijg elke keer wat ik wil. Super fijn. Een nieuw panzertje voor Zucker. En mijn Loenenpanzer. Heel nice. Hey, KK Slider wil eindelijk een nieuw pakkie. Het ziet er niet uit. Het is een schattig pakkie. Maar het is tenminste een nieuw pakkie. Ik vind het alleen niet zo'n mooi pakkie. Nou ja, weet je wat? Ik geef hem gewoon helemaal in het wit, joh. Dan is het gewoon een hele witte vampier. Zou KK Slider van een pittige hotdog houden, vraag ik me af. Ja, dat vindt hij wel wat. En een ijscoupé, hou je daar ook van? Nou, dat vindt hij ook lekker, joh. Straks wordt KK Slider nog de MVP van het team, joh. Oké, zijn we nu waar we moeten zijn? Rosalina, gaan we hier jouw fashion ding vinden? Oké, Rosalina, ben je er klaar voor? Rosalina zegt, daar zijn we dan. En wie mag dit modieuze monster wel niet zijn. Ik moet dit met mijn eigen ogen aanschouwen. Ja hoor, en ze wordt gewoon gekidnapt. Haar gezicht wordt op het monster geplakt. En wat is het voor een monster? Het is een Rosalina wind. Ik hoop niet dat die stinkt. Nou, laat ik beginnen met Wulu en KK even een schildje te geven. En een hypertje voor Steve. Laten we daarmee beginnen en eens even kijken hoe dit gaat. Ik mag op het paard. Laten we dat gaan doen. Eens even kijken of dat een beetje sterk is. Ja, 168, dat was best lekker.
Oké, Steve, pak hem. We pakken hem samen, deze wind. Lekker. Oh, wat gaat er gebeuren? Oh, wat gebeurt er? Wat gebeurt er met KK? Die is weggeblazen. Yo, maar even serieus. Komt hij nog wel terug dan? Of worden we gewoon nu één voor één weggeblazen? Dat kan niet de bedoeling zijn, hè? Nee, Steve is ook weggeblazen. Wat? We worden allemaal weggeblazen. Hoeveel HP heeft dat Mormon nog? Oh, nog meer dan de helft. Ah, hoe gaan we dit doen? Mega vuur, kom op. Ja, lekker. Oké, we zijn er. Nou ja, KK is weer terug. Ik dacht even dat we straks allemaal gewoon weg waren. Wulu doet een barrière, hè? Dan kan die niet geraakt worden, denk ik. Hoppakee. Hij is bijna kapot, denk ik. Oh, en nu wordt Wulu weggeblazen. We moeten het samen doen, KK. Ja, KK die doet echt nul damage. Maar oké. Ik blijf even gewoon lekker met mijn orkaan gaan, hoor. Let's go. Ik krijg een klap. Hij krijgt een klap, KK'tje. Die neemt een lekker banaantje. Steve is ondertussen terug. Ik ga een aanval doen samen met Epona. En ik hoop dat ik hem nak. 126. Nee, hij is nog niet weg. Steve, ga jij hem nakken? Nee, ook nog niet. Oh, ik ben weggeblazen. Ah, waar is Wulu? Wulu is echt al een half uurtje weg volgens mij. Lekker, Steve. Goed gedaan, jongen. Ah, man. En waren we nou serieus gewoon op zoek naar een orkaanwolk ding? Rosalina, wat moest jij daarmee? Je moet me heel even iets vertellen. Wat moest jij hiermee? 8000 XP en 10.000 bonuspunten. Die gaan natuurlijk naar KK die op level 23 komt. 10.000, dat is wel echt lekker. En daar is het gezicht van Rosalina. Die wordt weer teruggeplakt. Fenomenaal, zegt ze. Wat was dat me een mooi plaatje, zegt ze. Dat trendy monster was werkelijk walgelijk mooi gekleed. Dat wordt de nieuwe rage. De modewereld gaat geheid uit zijn dak. Super. Je bent niet goed, Rosalina. Je bent niet goed, maar bedankt voor het wapentje wat we nu aan KK gaan geven. Daar wordt hij best wel beter van. Daar ben ik blij mee. Door mij wordt Miitopia pas echt modieus, zegt Rosalina. Goed gedaan. Bedankt voor deze opdracht. Ik ben blij met de XP en het nieuwe wapentje. Kijk, en hij wil nu nog een nieuw pakje. Kijk, nu gaat hij lekker, jongens. En nu denkt hij, ik krijg nieuwe kleren van Rikachu. Ik ga gewoon elke keer nieuwe kleren vragen. Ik wil nu een kabouterpak. Oh, maar zo staat hij wel leuk. In het zwart is hij wel dope, eerlijk. Anyway, als je dit een verder video vond, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. Dan zie ik je, zoals altijd, bij de volgende. Bijna 60.000 abonnees, jongens. Let's go. Mazzel!